staan er met Jaap van Rijden, rijder van Garagibu. Paard is weer teruggekomen van rust en begon in Duitsland direct met goede koersen. Heeft hij vorig jaar 1 koersje gelopen en ook direct gewonnen. Wat mogen de mensen vandaag verwachten? Nou, Gotta heb een koersje in de benen. Is ook van de winter een paar weken kalm aangedaan. Die koers was goed. Was 1 paard die was beter, dus hij werd 2. En ja, Groningen 1700 meter, dat ligt er wel, denk ik. Ik vind wel dat er aardige paarden in staan. Basti en de chef vond ik goed lopen de laatste keer tegen op het oog betere paarden als waar die nu tegen loopt. En een paard van Appie Early Ricardo, geloof ik, die staat er ook in. En dat is ook geen slecht paard, die normaal ook tegen betere paarden gelopen heb. En Gwendolyn Flevo was natuurlijk goed. Een paard van de jaargang. En ja, het is niet zo eenvoudig vandaag om te winnen, denk ik. Alles is wel in de voordeel, de afstand en de baan, maar ik denk wel dat het geen makkelijke opgave wordt. En heb je dan nog een bepaald koersverloop dat je graag zou willen? Nou, als ik al goed beginnen, dus ik denk dat ik normaal de kop heb. En dan, ja, dan moet ik even kijken hoe het loopt. Als er een goede komt, dan geef ik misschien af. En anders dan hou ik de kop zelf. Maar dat is net hoe het loopt. Dat zien we in de koers, hoe dat allemaal uitpakt. Dank.